Maandoverzicht september. Het oosten van Libië wordt getroffen door storm Daniel en in Rotterdam breekt paniek uit na enkele schietpartijen in de stad en het Erasmus Medisch Centrum. Het weer is tropisch en vrij nat. De meteorologische herfst begon grijs en onstuimig. Dit gebeurde er in Almelo. Ongeveer 120 badmintonspelers strijden in de ISPA voor de beker tijdens het toptoernooi. Dit toernooi werd voor de derde keer door de Badminton Promotie Oost georganiseerd. Er is weer kermis op het Marktplein. Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: is Almelo onaantrekkelijk om in te wonen? Ik zou eigenlijk eerlijk gezegd niet weten waarom dat zo zou moeten zijn. Ik bedoel, ik zit hier gewoon goed op mijn plek daar niet van. Dus ik heb echt geen idee waarom ze zo laag zouden bungelen. Want naar mijn mening kan Almelo veel hoger staan dan de 46e plek. Ja, ik vind Almelo wel een aantrekkelijke stad om te wonen. Er zijn wat zaken die kunnen veranderen, zoals levendigheid in de stad zelf. Maar qua rust en doen en laten is allemaal een plek, prima plek om te wonen. Ja, nee, dat snap ik. Maar voor oudere mensen vind ik wel dat er veel opties zijn hier in Almelo. Veel winkels wat de ouderen aanspreekt. Ja. Voor mijn gevoel. Is het... Ja, ze hebben hier zelfs in een wijk van als Indië een kunstmatig strandje. Wat heel leuk is voor de kinderen. Dat vind ik geweldig. Het Alma College opent de deuren van het nieuwe schoolgebouw. In het gebouw werken het Erasmus, het Nordic en het Pius X College samen. In Almelo hadden we 4 VMBO-scholen, het Zorno College, het Erasmus, het Pius en het Nordic. En de bestuurders van die scholen, van eerst van alle 4, hebben in 2019 de kop bij elkaar gestoken en hebben... echt bedacht van, we moeten daar iets mee. Ik ben er ontzettend trots op dat wij als personeel dit voor elkaar hebben gekregen met elkaar. Hè? Schoolleiding, maar met alle docenten en alle medewerkers van de school. En er ook super trots op dat ouders ook steeds mee zijn gegaan. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Het was natuurlijk best spannend. Hè? Verschillende scholen die samen gaan, onbekend. En toch kiezen, heel veel ouders hebben voor het Alma College gekozen. Gaat hartstikke goed. Ja, daar ben ik heel trots op. Het beste idee voor de stad. Daarover ging het bij de ideeënmarkt die in het stadhuis werd georganiseerd. Er waren 6 inwoners van Almelo die het lef hadden om hun idee aan de gemeenteraad van Almelo te presenteren. Tijdens de ideeënmarkt was om Rondje Noord beter te profileren. Waardoor is dit idee ingegeven? Dit idee is bedacht door de ondernemers van het Rondje Noord. Om te zorgen dat we gewoon een trekpleister blijven voor toeristen en de Almeloze bewoners. Ja, nou eigenlijk hebben wij 3 ideeën. Ik zal beginnen met de meest eenvoudige. Dat is dat wij rumoer weer op willen starten. En graag van de raadsleden willen weten van, goh, staan jullie daarachter? En welke locatie zou er heel erg geschikt voor zijn? Het tweede idee wat wij hebben... is dat wij zeggen van wij willen gewoon nog meer een werkervaringsplek zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook bijvoorbeeld mensen die nu in de dagbesteding zitten. En horen die wel in de dagbesteding thuis? Of moeten ze niet gewoon bij ons werkervaring opdoen? Wij bedoelen daarmee dat bij de planvorming van de gemeente steeds de effecten van fietsers meegenomen worden. Dat betekent in feite dat je van tevoren gaat bekijken of een bepaald besluit en de ontwikkeling van de stad... gevolgen kan hebben voor fietsers, als ja, of daar iets aan gedaan kan worden. De pilot een uitkering op 1 cent helpt daarbij. Wat houdt dat in?
Op het moment dat jij met een kwetsbaarheid uitstroomt vanuit de uitkering naar werk, krijg je een verzekering van de gemeente erbij. Elke maand krijg je 1 eurocent vanuit de bijstand overgemaakt. Niet dat je van die bijstandsuitkering rijk wordt, maar op het moment dat het dan misgaat, hoef jij geen nieuwe aanvraag te doen. Je zit nog in het systeem, je kunt aangeven bij de gemeente, het gaat niet goed met mij, mijn inkomen is weggevallen en per direct kan de uitkering geactiveerd worden. De Innovatiehub Almelo is een samenwerking van 8 bedrijven. En mijn idee dat ik hier vanavond is gepresenteerd is om de diensten die wij op dit moment aan de 8 bedrijven bieden van de Innovatiehub Almelo uit te breiden naar andere bedrijven in Almelo om door middel van gezamenlijke inspanningen Almelo aantrekkelijker te maken voor studenten en jonge professionals. Hooggeëerd publiek, de 30ste keer Almelo op het Rabat. De jaarlijkse start van het culturele seizoen. De sloop van het oude zwembad is een feit. Op deze plek komt een nieuw sportpark. Met 3 binnenbaden, 2 buitenbaden en een nieuwe sporthal. De nieuwkomersdag in het stadhuis zorgt ook dit jaar voor gezellige drukte. Ontzettend leuk dat er zoveel mensen zijn, want het zijn er bijna elk jaar meer. Dit jaar zijn er 200 aanmeldingen geweest van mensen die bij deze dag graag aanwezig willen zijn. En ik zie mensen van verschillende leeftijd, verschillende achtergronden die hier naartoe gekomen zijn. Ga dit mooie gebouw bekijken, maar ga ook die mooie stad bekijken waar heel veel moderne dingen gebeuren, waar heel veel antieke gebouwen staan, oude gebouwen, waar de geschiedenis van de stad beleefd en doorleefd kan worden. Ik wens u een hele fijne ochtend, een hele fijne dag toe. En met elkaar, maar ook met onze mensen. Supermarkten op zondag vanaf 9 uur open. Dat is de inhoud van de aangenomen motie van Lokaal Almelo Samen. Tijdens corona waren er ruimere openingstijden voor dit soort winkels. Hè, winkels die levensmiddelen verkopen. En na corona, hè, want dat viel onder de coronaregels, na corona zeg maar, is dat teruggedraaid door de overheid. De gemeente Almelo heeft dat nog een behoorlijke lange tijd gedoogd. Alleen de gemeente Almelo heeft nooit het beleid aangepast. En op een bepaald moment, begin september was dat, toen heeft de gemeente Almelo de boel weer teruggedraaid. En konden de winkels pas in één keer weer om 12 uur open. Zoals ik al aangaf in mijn bijdrage. Je kunt het niet tegenhouden. Ook al wil je het tegenhouden, je kunt het niet tegenhouden. Je ziet overal, zie je al dat het gebeurt. In 80% van de gemeenten in Nederland is dit al doorgevoerd. Als je naar Duitsland heen gaat, kun je ook zondagsmorgens broodjes halen bij de bakken. Dus je kunt het niet tegenhouden. Je moet gewoon meer zeg maar, in die kant op.